listen, jij bent Marokkaan? Ja, wat ja, moet ik jou zeggen? Bekende Marokkaan of bekende Nederlander? Nou, wat weet moet je zeggen? Wat? Het zou leuk zijn als ze twee dingen zouden kunnen zeggen. Okay. En een bekende Marokkaan en een bekende Nederlander. Salam aleikum! Yo, neppe mokro. Gefeliciteerd met je diploma. Homo! Wat lig je daar nou, sukkel? Ontslagen. Ontslagen? Wees blij voor die paar centen per uur. Ja, dat was het niet. Wat was het dan? Een meisje. Een chickie. Jij. Lachen, ik vind het heerlijk om jou ja, te zien. Oh, oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Dit is mooi. En ja, ja, ja. Ik mag er als enige Mo zeggen. So, Mo, you're going to be a famous DJ in Amsterdam? So what? That's why you're living here in a shed with no electricity? Yo, yo, this is DJ Mo. Me han dicho que trabajas movedor en arreglo del barco de Fins. Pues Fins quiere utilizarlo para me contrabandear a Holanda. Ah, pobrecito. ¿Tú crees todo o qué? ¿Quién se va a tragar que puedas flipar con pastillas para el reuma? ¿Qué le puedes? Goedenavond. Ja, geen sportschoenen. Wat? Je hoort wat hij zegt. Oké, serieus. Bij welke sport dragen ze dit soort schoenen? Nou? Golf. Fok die ten, man. We gaan. Kom eens even een keer naar Wees dat je lef hebt. Hè? Duo Panotti. Hé, hey, Lisa, want je bent ja, echt... Maar woon je in Marokko ook aan de kust, of niet? Ja, je bent ja, ja, met goudkust ja, aan ja, ja, de kust? Wat speelt hij voor een spelletje? Het spel dat jij begonnen bent. Is het trouwens niet merkwaardig dat in dit spel niemand u, iedereen mij wel gelooft? Dag, pa. Je bent met de oesters van Amke. Ja, ja. Ajax, begrijp je dat? Het enige wat ze hebben aangeboden is een baan bij de PDT. Of een postbode wil worden. Ik wil geen postbode worden. Wat weet jij nou? Jij bent klaar voor de road to Rantes. Yes! Oké, rustig aan, ja? Even lekker het bloed helemaal laten stromen. Voel je dat, Mo? Ja, ik voel nu al. Okie dokie, dat is goed. Even cool down, even stil. Oké, goed. Je wordt number one. Oké. Okay. Let's do it. Oké, baby! Do it. Yes! Yes. Yeah, okay. Je bent... Is dat van Veen? Telefoon, sergeant. En wat mogen we niet? Telefoon mee op patrouille. Dat weet ik. 5 keer opdrukken voor de koningin. Hup. Okie dokie. Oké. Okay. Ready? Run! Oké, okay, baby. Motor Kati. Oh my god, Mo! Klopt het wat je gisteren zag in een café bij de arena? Nee. Nee? Nee. Ga ik je nu een verhaaltje vertellen? Jij zegt ja als het klopt. Hey, wat ons verbaast... is dat Manchester zowel jou als Edwin wilde kopen. Dat is vreemd, toch? Manchester United is alleen in mij geïnteresseerd. Hoeveel oesters gaat je afdaling? Oh, hij gaat vliegen! Hij krijgt vleugels! Welkom bij Planet Europe. We zijn in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Nee, niet tippen, niet tippen! Niet tippen! Ik ga samen met Dirk-Jan... Hoe noemde je hem? Dirk-Jan heet je toch? Dat is mijn Nederlandse naam. Ik gebruik mijn Afrikaanse naam, Samba. Samba? Ja, dat klinkt veel exotischer. Wacht, we gaan het nog een keer doen. Ga weg. Samba! En dat ga je natuurlijk niet alleen doen. Dat doe ik natuurlijk samen met Samba! Hey, Burasiwa! Welkom in Boekarest. Oké, okay, darling. Dit is nummer 7. Tja, we zijn natuurlijk wel heel streng met geluid. Maakt u zich vooral geen zorgen. Ik luister... alleen maar klassieke muziek. Ach,
Wat heerlijk. En wie is uw favoriete componist? Vraag 9. Hoe heet het Nederlandse volkslied? Willem. Wilhelmus. Dat was niet zo moeilijk, hè? Maar dan nu de laatste vraag. Kun jij het Wilhelmus ook zingen? Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsers. Hé, dat van die Duitsers, dat begrijp ik niet, man. Politie! Ja, zo mannelijk. Ja, dat is het. Het is mannelijk, ja. Wat heb je het over? Over die kleine grijze haartjes hier bij je slapen, hè? Ja, dat langzame kalende hoofd. Ja, sexy, joh. Ben geen proefkonijn. Ik zie diep zwart Arabisch haar. Wat denk je wel niet, amateur? Ga maar iemand anders... Wat moet ik nou, Alex? Zo vind ik nooit een serieus meisje als ik niet snel een goede baan vind. Maar we vinden wel iets voor je. Echt. Je hebt hele goede kwaliteiten. Nou, wat voor opleiding heb je gedaan? VMBO. Nou, goed. Niet afgemaakt. Nou, dat is nog helemaal niet erg. Wat is nou een opleiding? Nou, waar zijn die rellen nou? Nou. Je moet ook niet alles geloven wat je op tv ziet. Ja, ik bedoel, als er één auto in een fik zou staan, dan ga ik toch ook niet meteen zitten schreeuwen. Ah! Dat leuk. Inderdaad. Auto! Ik weet niet hoe je het geflikt hebt, maar bedankt, man. Geen probleem, vriend. En nog één nacht in de cel had ik echt niet overleefd. Ja, die gasten die denken wel twee keer na voordat ze jou weer gaan oppakken. En ik denk wel twee keer na voordat ik nog een auto in de fik steek. Wat voor auto dan? Een oud BMW'tje. Oud BMW. Ja, dat ding zag er zo gaar uit. Volgens mij was hij al een keer in de fik gestoken, man. Ja. Ja. Hé, laat eens, man. Twintig, 28, 30, 31!